Goedemorgen. U kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Wisselend bewolkt beeld boven Nederland met soms nog felle buien, maar ook al felle opklaringen tussendoor. En dat beeld houden we vanochtend vast. In het westelijke kustgebied neemt de buiigheid geleidelijk aan wat af, maar in het binnenland kunnen nog wel een paar stevige buien voorkomen. 14 graden in de ochtend, vanmiddag loopt het kwik op naar maximaal 19 graden in het binnenland. In het oosten en zuiden van het land kunnen nog een paar buien vallen. Van het westen uit en ook van het noorden uit klaart het vaker op en wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vanavond verdwijnen de meeste wolken, dan is het overal droog en 13 tot 15 graden is dan de temperatuur. Een zwakke tot matige wind staat er nog uit het noordwesten. Morgen ook nog steeds een noord- tot noordwestenwind. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Een kleine kans op een bui in het noordoosten. En er is vooral veel zon in het westelijk kustgebied. Temperaturen lopen in het binnenland al op naar meer dan 20 graden. En woensdag kan het lokaal zelfs al 23 of 24 graden worden. Maar dan moet de wind wel echt gaan afnemen. Gebeurt dat pas later, dan loopt het kwik pas donderdag op. Donderdag en vrijdag 24 graden. Donderdag droog. En ook vrijdag is de buienkans nog niet heel groot. Ik ben Marco Verhoef.